Het ministerie van Defensie heeft vanmorgen de workshop Defensie Voorwaarts gehouden. Een van de presentaties is verzorgd door de consultant Roy Lawrence, die sprak over de structuur van het ministerie in verband met de verdere scholing van haar personeel. De begrippen die wij ook in ons strategisch beleidsplan van het ministerie van Defensie ook zullen moeten formuleren of moeten herformuleren om in synchronisatie, in goede afstemming te zijn met u als stakeholder, als samenleving, zijn de begrippen kernwaarden. Kernwaarden zijn ons ethisch kompas. Kernwaarden zijn wie we zijn, onder alle omstandigheden. Wie zijn wij als krijgsmacht? Hoe herkennen stakeholders ons? Lawrence zegt verder dat het de mens en zijn intenties zijn die maken dat een organisatie succesvol door een verandering komt. Vanuit mijn ervaring heb ik dit geformuleerd, twee aspecten belangrijk. Nog 2 minuten en dan ben ik ook toe aan de pauze overigens. Dus daar moet de organisatie, in dit geval in casu het ministerie van Defensie, ook echt durven te investeren en ook durven om de volledige aandacht hieraan te geven. Consultant Roy Lawrence heeft vanmorgen als onderdeel van de workshop Defensie Voorwaarts een presentatie gehouden voor het ministerie van Defensie.